Als wij geloven dat God erbij is in de samenleving, hij zegt, ik ben Emmanuel, dus ik ben erbij, nou ja, op alle terreinen van het leven, is hij er dan ook bij in de politiek? Ik heb heel bewust voor een christelijke partij gekozen, omdat ik me daarmee verenig met mensen die allemaal bij een open Bijbel politiek willen bedrijven. En de een zal dan een klein beetje naar links overhellen of een klein beetje naar rechts overhellen. Maar uiteindelijk is dat iets waar je altijd op terugkomt. Dat je dat motief deelt met elkaar. Dat je allemaal geraakt bent door het evangelie en allemaal Christus wil navolgen. En dat evangelie handen en voeten wil geven. En het blijkt dat heel veel verschillende soorten mensen, hoger opgeleid, lager opgeleid, veel verdienend, minder verdienend, bij elkaar kan brengen. Als je dus echt vanuit je hart werkt. Het maakt uit hoe jij de Bijbel leest. Als de Bijbel het woord van God is, als God dan door ook een cultuur en ook taal heen spreekt en met zijn waarheid komt en zich uiteindelijk op ultieme manier openbaart in Jezus Christus, als je gelooft dat God is, dat daar zijn hart klopt en dat ook de norm is, dan is dat een ander uitgangspunt dan wanneer het alleen maar inspiratie is naast een heleboel andere bronnen van inspiratie. Omdat je ook oog in oog met een evangelie staat, dat je soms corrigeert. Dat je oog in oog met Jezus zelf staat, die zegt, is jouw agenda, is dat eigenlijk wel agenda van het evangelie? Is dat eigenlijk wel de manier waarop ik mensen benaderde? En dan laat je toch door een norm buiten jezelf corrigeren. Ik zie geen tegenstelling tussen God en goede argumenten. Dus als bijvoorbeeld een traditioneel standpunt, namelijk dat je één dag rust zou moeten hebben. Hè? Dat is iets wat God zegt in de Bijbel, van heb nou één dag rust, de Sabbat toen. In onze cultuur is daar de zondag uit voortgekomen. Als mijn enkele argument zou zijn, luister eens, het vierde gebod van God zegt dat het niet mag, dus dat je één dag rust moet hebben, en dat is het, dan zou ik ontzettend tekortschieten als christenpoliticus. Het ambacht van christenpoliticus is juist om daar waar God van zegt, dit is goed, om dat te vertalen en inzichtelijk te maken waarom het goed is. Dus dan kun je de hele keur aan argumenten in de etalage leggen. Van het is gewoon slecht voor het gezin van kleine minderstanders. Als je 7 dagen per week maar door moet dinderen. Een werkgemeenschap, werkgevers, werknemers in hun werk, in hun dagelijkse werk, is het gewoon goed om af en toe pauze te hebben, af en toe rust te hebben. Dus een 24-uurseconomie is ook iets wat iedereen vroeg of laat tegen de borst stuit. Of wat de grenzen ook van dat wat we aankunnen overgaat. Dus er zijn een heleboel goede argumenten aan te geven die uiteindelijk teruggaan naar iets waarvan God heeft gezegd, dit is goed. Maar het enkelvoudige beroep op, dit vindt God, dat schiet tekort. Er is een verschil tussen Romeinen 12 en Romeinen 13. Romeinen 12 zegt, vergeef je vijanden. Inderdaad, als zij slaan, vergeef ze. Stapel vurige kolen op hun hoofden door goed te doen. Dus niet terugslaan, geen vergelding. Dat is wat Christus, wat het evangelie van mij vraagt in persoonlijke zin. Romeinen 13 spreekt over de taak van de overheid. En zegt, je moet het kwade bestraffen en het goede belonen. Dus je kunt de normen van het koninkrijk en dat wat geldt in de christelijke gemeente, kun je niet één op één van de overheid verlangen. En zeggen, ja maar overheid, jij moet nu de andere wang toekeren. Nee, de overheid moet straffen. De overheid moet de norm hoog houden, de rechtsstaat verdedigen. En daarbinnen kunnen christenen inderdaad die anderen vergeven. Dus dat is spreken met twee woorden. En dat is het verschil tussen Romeinen 12 en Romeinen 13. Ik maak deel uit van een christelijke beweging van mensen die geraakt zijn door het evangelie. Die Jezus willen navolgen. Die elkaar ontmoeten rond de Bijbel in de kerk. En vervolgens die samenleving ingaan. En daar het zout en het licht proberen te zijn.